mensen, welkom hier in het seminarie. We hebben een gesprek met de pastoor Dunkers. U heeft een boek geschreven. Ja, dat klopt. De duivel in al zijn gedaantes. Dat is inderdaad waar, ja. En u heeft dus, beschrijft u in uw boek, dat de duivel zich manifesteert in allerhande gedaantes. Ja, de duivel is een alom tegenwoordige Satan die op sluwe wijze alle vormen aanneemt die wij als mens eigenlijk niet verwachten. Nee, hij zit ook in koffie, heb hij ik begrepen? Hij zit met name ook in koffie en kleinere planten. Dus, kleinere planten. Kleinere planten en planten dus onder de 10 centimeter. Daar zit de duivel in. Daar zit de duivel in volle kracht in. Ja. Altijd maar weer. Kleinere planten zitten. Kleinere planten, ja. Dus, ja. Wat is nou de beste manier om de duivel te bestrijden? Nou, als de duivel, als wij vermoeden dat de duivel in koffie zit, dan is dat een kwestie van goed doorkoken. Goed lang doorkoken, de koffie kan niet tegen. En melk, veel melk in de koffie. Dat heeft de duivel niet van. Kan de duivel niet tegen. En in het geval van planten is het dan dus kapot stampen. Oftewel met benzine overgieten en de hele boel plat branden. Ja, nu schrijft u ook in die boek dat de duivel zich manifesteert in diverse bankstellen. Ja, nou met name blauwe bankstellen. Blauwe bankstellen, ja. Wat kunnen mensen met een blauw bankstel nou het beste doen om de duivel te bestrijden? Nou, het beste methode is dan niet op de bank gaan zitten. Ofwel heel lang op de bank gaan zitten. Dus niet maar even op de bank zitten, want dan is het... Dan is het los, hè. U heeft mij in een voorgesprek verteld dat u zelf heel graag strakke broekjes draagt. Ja, dat klopt, ja. Strakke broekjes. Hele strakke broekjes, daar is de duivel ook erg bang voor. De duivel is bang voor strakke broekjes. De slang, zullen veel mensen zeggen. De slang is erg bang voor strakke broekjes die nauw om de bit sluiten. Kunt u misschien mij even het strakke broekje laten zien? Natuurlijk, ik zal even gaan staan. Het is jammer dat de luisteraars dat misschien niet zien. Maar ik kan de luisteraars wel met de hand op het hart vertellen dat het een heel erg strak broekje is. Ja, het is een heel strak broekje. Ja. En dat gebruik ik ook omdat de duivel zich ook manifesteert in balsporten. Balsporten. Diverse balsporten. En er is eigenlijk maar één veilige balsport. En dat is? Dat is korfbal. Ja, want u speelt zelf ook korfbal. Ik ben zelf fanatiek korfballer. Dank u wel. Vriendelijk gedaan.